opnieuw ter beschikking te stellen voor jullie op de weblink die jullie na deze webinars zullen toegestuurd krijgen. Voilà. Lode, ik zou zeggen, aan u het woord. Oké, dank u wel. Ook van mijn kant een goede middag op deze digitale webinar. Normaal gezien gingen we allemaal samen in Inagro zitten, denk ik nu. Gingen we daar ook veel dingen kunnen bekijken. Er is mij de vraag gesteld geweest om nu voor deze webinar toch eventjes kort te duiden van hoe een samenwerking vanuit gemeenten met Inagro en de provincie rond landbouwthema's kan vormkrijgen en rond wat dat dan ook zou kunnen gaan. Dus het is een beetje een smaakmaker. Men heeft me gevraagd om dit toe te lichten in een half uurtje. En ik heb mijn PowerPoint in twee delen een beetje verdeeld. Het opzet is in twee delen. Enerzijds start ik met een paar inspirerende voorbeelden. Samenwerking met gemeenten die in het verleden gelopen hebben of die op dit moment nog bezig zijn. En in een tweede deel licht ik dan wat meer toe rond welk soort thema's dit allemaal zou kunnen gaan. Ook met uw gemeente om daar rond te kunnen gaan werken. De PowerPoint die ik hier toon zal sowieso ook gedeeld worden. In de PowerPoint die gedeeld wordt zullen ook extra zaken vermeld staan, zoals contactpersonen en dergelijke. Dus op zich hoeft u niets te noteren. Via de PowerPoint die achteraf ook nog doorgestuurd wordt, krijgt u alle informatie die nodig is. En zoals dat Karel vertelt, ja, stuur gerust al vragen doorheen de PowerPoint. En na de toelichting overlopen we deze dan ook één per één. Jullie hebben daarnet ook al, of de mensen die daarnet de webinar ook gevolgd hebben, jullie hebben daar ook al een link gekregen om in een poll in te vullen rond welke thema's jullie ook nog bijkomende informatie willen of eens een aparte sessie willen krijgen. Dit zal ook nog eens na deze sessie gebeuren. Dus stel dat je na deze PowerPoint ook nog rond andere thema's bijkomende informatie wenst, dan kan je dat doorgeven op de poll die ook nog eens terug in de chat zal gedeeld worden. Goed, er staat hier al een eerste zin op deze eerste slide. Ik heb deze zin ook, dat komt eigenlijk uit het diensthoofd van de klantenservice van Inagro. Hey, weet dat we er zijn voor jullie en durf contact opnemen. Dat is eigenlijk een beetje een slogan die een beetje alles omvat eigenlijk. Je zal dit zien doorheen deze toelichting. Vanuit de provincie werken we rond heel veel verschillende thema's. Er zit heel veel kennis en we kunnen op zeer veel manieren gaan samenwerken. Het start vaak, en dat zal je ook wel zien, vaak met vragen van onderuit, waarbij dat de gemeente dan ook de stap zet naar de provincie om te vragen van kunnen we daar rond misschien gaan samenwerken. Dit is hier al een eerste voorbeeld, dat is van enkele jaren terug. Dit is een samenwerking rond landbouweducatie in de Oudlandpolder. Dat was een samenwerking met drie gemeenten, Zeunkerke, Blankenbergen en De Haan. Wat is er daar eigenlijk gebeurd? Er waren in Blankenbergen en in De Haan waren er twee landbouwleerpaden ontwikkeld door Landelijke Gilden al heel vele jaren terug. Deze waren sterk verouderd en de vraag vanuit de Landelijke Gilden kwam tot bij de gemeente van kunnen we dit eens gaan actualiseren? Ja, dat waren al twee gemeenten dicht bij elkaar. En wij hadden ook via een andere samenwerking met die gemeenten, ook een samenwerking met Zeunkerke. Met de drie gemeenten samen werkten we al rond andere thema's. En daar werd dan ook de vraag neergelegd van, zouden we dit niet gaan oppakken met het samenwerkingsverband samen? Ja, en dan hebben we dat inderdaad zo gedaan. We hebben het bovenlokaal, we hebben die aparte gemeentelijke landbouwleerpaden bovenlokaal vernieuwd. We hebben met de gemeenten en de provincie en Landelijke Gilden hebben we samen geld in een potje gelegd, een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. En dan met die budgetten die ter beschikking gesteld werden, hebben we dan ook expert onder de arm genomen. Enerzijds het Centrum Agrarische Geschiedenis, de spin-off van de KU Leuven. Die werkt rond de geschiedenis van de land- en tuinbouw. Anderzijds Inagro, de afdeling van landbouweducatie, die ook werkt rond landbouweducatie, korte keten en zo verder. Wat is er uiteindelijk uit deze samenwerking gekomen? Je ziet daar een beetje foto's op deze slides. We hebben een mooie publicatie, de Oudlandpolder, een bijzonder boerenverhaal, met ook heel veel foto's vanuit de eigen streek. We hebben 15-tal informatieborden die geplaatst werden langs het recreatief fietsnetwerk. Doordat ze langs het recreatief fietsnetwerk stonden, hebben we ze ook in fietslussen kunnen steken. Westdoor heeft dit ook als een seizoensfietsroute ooit in de markt geplaatst. Ja, we hebben dit natuurlijk ook feestelijk met een persmoment in de markt gezet en ook nog eens met een evenement, een fietstocht in de gemeente. Maar hier zie je al een eerste voorbeeld, een simpele vraag van onderuit die komt tot bij de gemeente. De gemeente stelt de vraag ook tot bij de provincie. Samen kijken we van waar zou er een samenwerking mogelijk zijn, wat is er eigenlijk nodig, hoeveel budget is er nodig, wie kan wat
samenbrengen, laten we dat in een samenwerkingsovereenkomst gieten. En dan tot en met de uitvoering hebben we daar goed in samengewerkt. Zou je misschien de vraag kunnen stellen, ja, moet het altijd met verschillende gemeenten samen zijn? Kan je ook als apart als gemeente gaan samenwerken? Uiteraard. Ik doe altijd op de messenknop. Ja. Een ander voorbeeld hier is met de gemeente Knokke-Heist. Die samenwerking is ook nog altijd lopende. Wat is er daar gebeurd? De gemeente Knokke-Heist heeft al langere tijd een werking rond bijenwerking. Een bijvriendelijke gemeente heeft daar ook de prijs voor gewonnen. En ze zien de bijen een beetje als een soort graadmeter voor het welzijn van Knokke-Heist. Als het goed gaat met de bijen, gaat het goed met het milieu in Knokke-Heist en gaat het ook goed met de inwoners van Knokke-Heist. En ze worden ook een werking doen richting landbouwers. Meer bepaald ook rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Anderzijds, het fotootje eronder, gewoon een uitzicht van de landbouw. De schepen van landbouw van Knokke-Heist wou ook de werking rond landbouw in de gemeente Knokke-Heist. Wou daar een stuk intensievere werking rond gaan initiëren. Er was nog geen dienstlandbouw, er was nog geen landbouwraad. Er waren nog niet echt informatievergaderingen puur met landbouwthema's. Dus dat was ook een beetje de vraag van, ja, kunnen we ook onze eigen gemeentelijke werking rond landbouw een stukje gaan intensiveren? Uiteindelijk is dat terug hetzelfde gebeurd. De gemeente heeft ook die vraag terug weer tot bij ons, bij de provincie gelegd. Van kunnen we daarin samen gaan werken? We hebben daar ook voor samen gezeten, gezocht van wat er allemaal mogelijk was. En dit heeft ook geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Knokke-Heist, waarin dat we onze samenwerking allemaal op een rijtje hebben geplaatst. Dat ging een groot blok over allerlei duurzame landbouwthema's, waarover dat het hier nu gaat. Er stonden er ook nog andere soorten werkingen in. Dat was zo'n beetje een bundeling van onze werking vanuit de provincie samen met de gemeente Knokke-Heist. Binnen die samenwerkingsovereenkomst werden dan ook afspraken gemaakt van waarvoor moet er al dan niet betaald worden. Sommige zaken kunnen gratis gebeuren, omdat het ook in onze structurele werking zit. Sommige zaken moeten voor betaald worden. Er worden ook afspraken gemaakt wie betaalt wat. Soms waren er ook dingen die wij als provincie betaalden, soms waren er dingen dat de gemeente dan zelf op zijn eigen komt te betalen. Dat is een beetje het voortrek dat je komt tot de samenwerking. Wat is er daar nu gebeurd in de voorbije jaren? Er zijn wel verschillende zaken gebeurd. De gemeente Knokke-Heist heeft intussen tijd ook een landbouwraad. Dat is uiteraard ook de verdienste van de gemeente zelf. Wat hebben wij daar als provincie in kunnen gaan doen? Wij hebben dan ook geduid welke andere gemeenten een goed werkende landbouwraad hebben. Daar de contactgegevens mochten ze dit nog niet hebben, maar hadden die ook al konden daar dan de juiste contacten gelegd worden. We hebben ook contacten gelegd met de landbouworganisatie, zodat de samenstelling van de landbouwraad evenwichtig kon gebeuren. Tot en met dat de landbouwraad effectief in de voege was. Een tweede verhaal, er is nu ook al verschillende infovergaderingen gebeurd in de gemeente Knokke-Heist, waarbij dat alle landbouwers uitgenodigd worden voor een toelichting. Enerzijds rond projecten vanuit de gemeente zelf, waarbij dat zij hun eigen werking toelichten naar de land- en tuinbouwsector. Anderzijds halen we ook inspirerende sprekers naar Knokke-Heist om daar toelichtingen te geven. Zeker ook over het aspect rond het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben we mensen rond wetgeving, rond initiatieven en dergelijke ook de revue laten passeren. Het was niet enkel maar in Zaaltje dat we geweest hebben, nee, we hebben ook met de gemeente hebben we ook demonamiddagen georganiseerd. Hier zie je een voorbeeld van een demonamiddag waar dat onder andere het thema rond de driftreducerende spuitdoppen een thema was die aan bod kwam. En zo zijn er wel nog andere thema's geweest, ook rond het veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen enzovoort. Ook in Knokke-Heist, dat zit nog allemaal binnen diezelfde samenwerkingsovereenkomst, hadden we ook de landbouwers uit Knokke-Heist de kans gegeven om een geïntegreerd fauna-adviesplan op te maken. Wat is dit? De landbouwers werden benaderd door iemand vanuit Inagro samen met iemand vanuit de gemeente Knokke-Heist. En zowel de soorten die schade berokkenen aan het bedrijf, zoals plagen of ook wildschade, werden opgesomd. Ook werd gekeken van rond welke boerennatuur kan gewerkt worden. Doet de landbouwer al iets om nuttige boerennatuur aan te trekken, zoals zwaluwen, zoals torenvalken, zoals de kleine natuurlijke bestrijders en zo verder. Al die informatie werd verzameld. Uiteindelijk heeft Inagro dan achter de schermen al de kennis verzameld die daar rond te vinden is. Zowel een stukje binnen Inagro, maar ook daarbuiten, ook de wetgeving. En dat allemaal gebundeld in een fauna-adviesplan op maat van het individueel landbouwbedrijf. Dus in een samenwerking met de gemeente en met de provincie kunnen we ook gaan experimenteren rond de nieuwere zaken.
Nog iets dat ook in het kader van die samenwerkingsovereenkomst gebeurde. Hier zie je locatiewaarnemingsperceelen 2016. Er was een project bezig, een IWT-project lopende, rond het beheersen van bladluizen en graanhaantje in de graanteelt. Je ziet hier een knokkerhuis die hier nu ook percelen staan. Bij het start van het project was dit nog niet het geval. We hebben ook samen door de samenwerkings tussen de provincie en Inagro hebben we ook naar landbouwers gezocht in de gemeente Knokke-Heist, die ook proefpercelen ter beschikking konden stellen, waardoor dat ook de resultaten van dit project ook tot bij Knokke-Heist terechtkomt. En anderzijds, de gemeente Knokke-Heist kon ook zo Inagro helpen om landbouwers te vinden die ook proefpercelen konden aanbrengen. Nog iets, momenteel is de gemeente Knokke-Heist ook bezig met de aanleg van aanzuigplaatsen. Dat is een aanzuigplaats waarbij dat landbouwers die met hun spruimachines soms water gaan tappen in de waterloop. En als er dan een calamiteit gebeurt, zit je daar met een puntvervulling in het oppervlaktewater. Via deze constructies, aanzuigplaatsen of vulplaatsen, kan de landbouwer hier op gaan rijden met zijn spruimachine. Dan kan hij water gaan tappen uit het systeem. Stel dat er een calamiteit is, een bus die omvalt of de tank die overstroomt. Dan wordt het opgevangen via deze betonrooster. En daaronder is er een aarde samen met kokosfilters, waardoor dat ook die stoffen dan. We zijn nu ook nog aan het kijken naar een sproeimachine, een soort carwash voor spoelinstallatie, een soort carwash voor spruiinstallaties. Er wordt nu ook nog onderzocht. Er is al een eerste concept uitgetekend door de Inagro. We zijn ook op plaatsbezoeken geweest elders in Vlaanderen om daarvoor geïnspireerd te worden. We zijn ook nog aan het kijken of het misschien in afwachting totdat dit gerealiseerd wordt, of dat er ook mobiele spoelinstallaties kunnen gerealiseerd worden. En daar dan ook oproepen voor realiseren. En de laatste figuur die hier in deze slide staat, kruisbestuivers Houtland Zoemt. Uiteindelijk zitten we nu ook met een samenwerkingsverband. Het is een project, de kruisbestuivers, een PDPO-project, waarbij de gemeente Knokke-Heist samenwerkt ook met het Rhenelandschap Houtland, het stadslandschap in Midden-West-Vlaanderen en verschillende gemeenten. Verschillende onder jullie zullen daar waarschijnlijk ook aan deelnemen. Maar ik laat dit erbij, omdat ook een simpele vraag vanuit de gemeente van kunnen wij samenwerken rond een bepaald thema, kan ook leiden tot het makelen van projecten en ook waar dan ook terug weer subsidies tot bij de gemeente kunnen vloeien. Dit is PDPO, ook in de Westhoek heb je nog andere, en in Midden-West-Vlaanderen bestaat er ook een andere subsidiestroom, dat is LEADER, voor alle gemeenten uiteraard ook al gekend. Ook daar heb je terug weer een initiatief, de wijnbouw, de wijnbouwers hadden zichzelf daar, hadden zich verenigd in een VZW, die dan ook samen met die Inagro gekeken hebben van, ja, kunnen wij onze sector niet wat meer op de kaart zetten, hier ook in de Westhoek in het Heuvelland. En zij hebben ook via twee LEADER-projecten, enerzijds hebben ze samen met Wester in de gemeente ook al, je kan het ook zien op die onderste foto, ook al informatieborden en lussen uitgewerkt. Anderzijds hebben ze ook een project gemakeld om ook de sector te verduurzamen, om ook rond duurzame wijnbouw te kunnen gaan werken. Dit zijn eigenlijk allemaal voorbeelden waarbij dat je ziet dat de gemeente vragen, enerzijds dat de gemeente vragen stelt aan de provincie, dat dan leidt ook tot projecten en samenwerking. Anderzijds kan het ook zijn dat het vanuit de landbouwers zelf start en dat wij vanuit Inagro dan of vanuit de provincie ook de gemeenten benaderen om deel te nemen aan een project. Dus ook daar kunnen we een samenwerking in genereren, dat wij de vraag stellen tot aan jullie. En dat jullie dan ook via het college en soms gemeenteraad ook mee kunnen participeren binnen deze projecten. Je zou nu kunnen de vraag stellen van, ja, moet het altijd zo ingewikkeld via samenwerkingsovereenkomsten, via grote projecten? Ik kan het ook laagdrempelig, uiteraard. Jullie kunnen met individuele vragen bij ons terecht, zodat wij ook proberen zo eenvoudig mogelijk een antwoord te bieden. En ook een volgend voorbeeld zie je hier ook nog de gemeente Beernem. Beernem heeft ook een rechtstreekse samenwerking met Inagro gemobiliseerd. Zij hadden een vraag rond reductie genereren rond het gebruik van glyfosaat of nog een duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ze hebben ook rechtstreeks contact opgenomen met Inagro. En ook daar hebben ze via bepaalde gesprekken gekomen tot geslaagde demonamiddagen rond groenbedekkers, spuittechnieken afstellen van kunstmeststrooiers, die dan ook terug weer heel wat volk op de been bracht. Dus dat zijn zo een paar voorbeelden gewoon van hoe dat een samenwerking kan starten, hoe dat het er zou kunnen uitzien. Je ziet, het is vaak op maat, het start vaak met een vraag van onderuit. En het is pas door een paar keer samen te zitten dat we dan tot de geschikte formule komen
om het dan uit te rollen en te komen tot de resultaten. Met wie? Hè? Bij wie moet je dan eigenlijk zijn? Stel dat je als gemeente, en wie staat er nu klaar voor jullie om daarin te ondersteunen? Uiteraard, de gedeputeerde is daarnet al aan het woord geweest, die kennen jullie, de gedeputeerde van Land en Tuinbouw, Bart Nijhaert. Je hebt ook nog andere bevoegdheden, omgevingsvergunningen, integraal waterbeleid, platteland, ook allemaal thema's die sterk verbonden zijn met de Land en Tuinbouw. Je hebt ook een eigen kabinet uiteraard, met een vijftal medewerkers. Het aanspreekpunt specifiek voor Land en Tuinbouw is Lieven Louwagie. Op de latere slides, en zeker ook in de PowerPoint die ik nog doorstuur achteraf, staan er ook nog bijkomende contactgegevens. Bij de provincie hebben we dan vanuit de administratie hebben we de beleidskern economie met daaronder de cel landbouw. Daarin zit een Karel Moentjes, die de coördinator van dit event ook doet. Daarnaast hebben we Bart Laridon, ook sterk gewerkt rond een relanceplan voor landbouw. Daar wordt er sowieso ook wel nog bijkomend over gecommuniceerd. Dus dat is de beleidskern economie, de cel landbouw. Wij hebben ook regionale aanspreekpunten. Ikzelf ben het regionale aanspreekpunt voor landbouw voor de regio Brugge-Oostende. Dat zijn de 17 gemeenten van het arrondissement Brugge en Oostende. Mijn collega gebiedswerker landbouw uit het Midden- en Zuidwest-Vlaanderen is Jan van Wingen. En in de Westhoek als regionale aanspreekpunt is Bernd Paret, dat is de regiocoördinator. Voor specifieke vragen rond land- en tuinbouw kijk je dan ook binnen zijn team wie daarvoor dan het meest geschikt is om dan ook verder contact te maken. En uiteraard hebben we nog een agentschap, INAGRO, ons, zoals de deputé zei, het Research and Development Centrum voor de West-Vlaamse land- en tuinbouw, staat uiteraard ook voor jullie klaar. Normaal gezien zouden jullie allemaal wel INAGRO moeten kennen. Ik weet niet of jullie weten hoeveel mensen dat er daar werken. Er is hier nog een slide uit een presentatie van 2019. Toen werkten 216 mensen bij INAGRO. En je ziet hier rechtsbovenaan ook een beetje de onderverdeling. De helft daarvan zijn onderzoekers, een vierde zijn adviseurs, 13% ondersteunende diensten, 12% management. Maar als je dus alles samentelt, hebben we meer dan 200 mensen vanuit de provincie en INAGRO die klaarstaan om de West-Vlaamse land- en tuinbouw te gaan ondersteunen rond allerlei vragen en thema's. Voor de mensen die het niet weten, INAGRO is gelegen in Bijtem, dichtbij Roeselare. Hier zie je een luchtfoto van de site met allerlei verschillende afdelingen. Normaal gezien gingen we nu daar kunnen zitten en gingen we daar een rondleiding krijgen. Hier zie je ook nog de bol met de dakserre op de railveiling. Velen onder jullie zullen dit verhaal ook kennen. Op het dak van de railveiling wordt een dakserre geplaatst waar ook innovatief onderzoek zal gebeuren onder de naam Agrotopia. Mia heeft ons in de vorige sessie ook al uitgenodigd om in het najaar, als corona dit toelaat, als de maatregelen dit toelaten, kunnen we zeker nog eens allemaal naar INAGRO gaan. Misschien toch eventjes heel kort in een notendop, wat is er allemaal voorhanden binnen INAGRO? Je ziet hier een overzichtje van de site van INAGRO. Dus er is een werking rond akkerbouw, rond eetbare paddenstoelen, rond wetloof. Glasgroenten, rond aardbeien en kleinfruit. Er is ook een aparte site die werkt rond de biologische productie. Er wordt ook vis gekweekt op INAGRO met aquacultuur, snoepbaars. Er is een biogasinstallatie. INAGRO ondersteunt de land- en tuinbouwers ook op vlak van hernieuwbare energie, ook door ze zelf toe te passen. Er is ook een advies rond tuinbouw in open lucht. Er worden ook insecten gekweekt in INAGRO. Er is een grootschalig labo op de site van INAGRO. Die ook heel veel water- en grondanalyses doet. Er is een adviesdienst rond landbouwverbreding en educatie, rond de intensieve veehouderij en de melkveehouderij. Maar eigenlijk zou ik zeker, ik hoop eigenlijk dat jullie allemaal al lid zijn van INAGRO, maar INAGRO nieuwsbrieven naar zowel de land- en tuinbouwers, maar ook naar al de gemeenten en de mensen die lid zijn van INAGRO. Persoonlijk vind ik dat iedere schepen van landbouw en landbouwaanspreekpunt toch zeker lid van moet zijn van INAGRO. Dus als je dit nog niet bent, doe dit zeker nog vandaag. Je kan gewoon gaan naar www.inagro.be. Je ziet rechtsbovenaan, zie je al, registreer u en ontdek de vele voordelen. Of ook op het blauwe vlak, registreer je volledig gratis en je bent helemaal mee. Daar kan je aanduiden dat je lid wenst te worden en kan je ook al direct een onderscheid maken van thema's waar dat je liefst de informatie rond krijgt. Het is altijd een nieuwsbrief op maat, enkel die thema's die je aangeklikt hebt, wat je zelf interessant vindt, worden doorgegeven in die nieuwsbrief.
Nu in het volgende nog, heb ik nog een paar thema's eruit gelegd waar dat Inagro sowieso werkzaam rond is. Wat dat in samenwerking met de gemeenten zeker kan gebeuren, wat dat we ook al in het verleden in samenwerking hebben gezien. En waar dat er zeer veel kennis voorhanden is binnen Inagro en ook bij de provincie. Een eerste thema is kostbaar water, rond de waterwetgeving, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Land- en tuinbouwers kunnen terecht stellen dat ze water nodig hebben binnen de omgevingsvergunningen. Hoe zit het net met de huidige wetgeving omtrent deze thematieken? Hoe zit het met de waterkwaliteit? Ik heb water op mijn bedrijf, maar de kwaliteit is niet voldoende. Wat zou ik moeten ermee kunnen doen? Ook daar zit er heel veel kennis. Ook omgekeerd, ik heb een afvalwaterstroom. Wat moet ik daarmee doen? En zeker nu ook in deze tijden van droogte, is waterkwantiteit een thema dat steeds sterk ook meer en meer op de voorgrond begint te treden. Recent is er ook een watermakelaar aangesteld geweest binnen Inagro. Zijn job, dus Dries Merhaert, zijn job is om te zoeken binnen West-Vlaanderen waar zijn er waterbronnen voorhanden. Dit kunnen private waterputten zijn, dat kunnen landbouwers zijn die ook grond hebben ter beschikking om een waterput te plaatsen. Dit kunnen ook het water zijn van de waterzuiveringsinstallaties of ook van bedrijven. De bedoeling is om waterstromen te gaan zoeken en die dan ook te linken daar waar er noden zijn. Een voorbeeld dat misschien ook al gekend is door verschillende mensen is het project met Ardo, waarbij dat het restwater van het bedrijf van Ardo verspreid wordt via een waternetwerk naar heel wat land en tuinbouwers. Maar dus water is zeker een thema, zowel rond waterkwaliteit als kwantiteit, waar dat er zeer veel kennis voorhanden is. Een tweede thema, slimme bemesting. Binnen Inagro zit ook het coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding, duurzame bemesting. Zij gaan het West-Vlaanderen rond om ook land- en tuinbouwers te adviseren rond een duurzaam gebruik van de meststoffen. Ze gaan ook rond met tententochten. Hier zie je daar een afbeelding omtrent, waarbij ze kijken naar bepaalde overschrijdingen van meetpunten in waterlopen. En kunnen we dan de landbouwers stroomopwaarts van het overschreden mapmeetpunt, kunnen we hen begeleiden dat de overschrijdingen, dat de afstroom van de nutriënten naar de waterlopen minder gebeurt. Ook hier kunnen samenwerking met de gemeenten opgezet worden rond demonstraties en dergelijke. Erosie is ook een thema die ik zeker moest aanhalen. Zowel brongerichte aanpak op het perceel zelf als een effectgerichte aanpak onderaan het perceel. Er is een aanbod vanuit Inagro, is er een erosiecoördinator, dat is Frankie Koopman, die de gemeente kan ondersteunen bij de opmaak van een erosieplan. Dat is een 12,5 euro per hectare plangebied subsidie om dergelijke erosieplannen op te maken. Er is ook 90% subsidie voor de uitvoering van maatregelen. Zoals je hier links onderaan een kokosdam ziet, je kan daar zeker een samenwerking voor aangaan. En vanuit Inagro kunnen ze dus iedere gemeente, stelt dat je als gemeente vragen krijgt van de landbouwer van onderuit, van ja, we zitten hier met problemen met erosie, hoe moeten we dat aanpakken? Dan is Inagro, heb je zeer veel mensen die daarin kunnen ondersteunen. Schone energie is ook een thema dat sterk aanwezig is, zowel rond energie besparen als rond energie produceren. Hier zie je een warmtewisselaar op een pluimveebedrijf, waarbij dat je de warme lucht die uit de stal naar buiten gaat, al gebruikt om de lucht die je aanzuigt al een stukje voor te verwarmen. Landbouwers worden ook ondersteund in advies rond zonnepanelen, windmolens, de toeleiding naar subsidiekanalen, biogasinstallaties enzovoort. Landbouwverbreding is ook een poot die vaak linken heeft met de gemeente. Enerzijds zit je daar rond bijvoorbeeld klasbezoekboerderijen, een geweldige klasuitstap. Er is een subsidiereglement waarbij dat scholen een subsidie kunnen krijgen om met de klas de boer op te gaan. Er zijn ook bedrijven, een netwerk van bedrijven die groepen ontvangen, dus dan meer in de recreatieve sfeer. En ook bij Inagro heb je onder het label van 100% West-Vlaams heb je de werking van de hoevenproducten. Dit zit ook gesitueerd in Inagro en ze kunnen dus ook de gemeenten daarin ondersteunen. Jullie hebben recent ook een mailing gekregen rond de zomer van de korte keten. Normaal gezien is er een week van de korte keten georganiseerd in juni. Let ook op corona en is het omgevormd tot een zomer van de korte keten. En jullie hebben ook de oproep gekregen om mee initiatieven te initiëren om rond korte keten te kunnen gaan werken. Een beetje terug hebben jullie ook. Bijna iedere gemeente, denk ik, heeft ook een subsidieaanvraag ingediend om zomerlokaal, om initiatieven te doen
om lokaal te kunnen initiatieven op te zetten? Wel, ik zou zeggen, veel van die aanvragen, we hebben er heel wat zien passeren, er zitten daar zeker ook kansen in om ook rond korte keten samen te werken. Wil je ook inspiratie eromtrent, kan je ook terecht bij INAGRO, dus Katrien Grouwe. Beschermd gewas, het is daarnet al een stukje aan bod gekomen. Je ziet dat we daar al met gemeenten rond aan het werken zijn. Het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hier zie je nogmaals het organiseren van tijdelijke spoelplaatsen. Er wordt gekeken of we dit kunnen initiëren voor gemeenten. Ook workshops rond het bouwen van biofilters. Dat zijn eigenlijk zuiveringsinstallaties op maat van een individueel landbouwbedrijf. Advies rond fytobakken en zo verder. Daar kan er zeker rond gewerkt worden. Ook demonstratie na middagen, sprekers om eens op een bepaalde infovergadering te kunnen komen spreken. Daarvoor kan je altijd terecht. Er is nog een klassieker vanuit INAGRO, bedrijfsvisie en landschappelijke integratie. Landschappelijke integratie bij de opmaak van een omgevingsvergunning is er altijd een beplantingsplan of wordt er in bepaalde gevallen een beplantingsplan gevraagd. INAGRO kan deze beplantingsplannen opmaken, begeleidt ook de gemeenten bij de opmaak van een bedrijfsvisie. Kijken ook verder naar looplijnen op het bedrijf en dergelijke. We kunnen de bedrijven ook begeleiden in richting een vergunningsaanvraag enzovoort. Ook biodiversiteit is een thema, het is een beetje wat ik daarnet ook al vertelde, rond geïntegreerde faunawerking. Je kan zowel werken rond boerennatuur, ook soorten aantrekken die ook natuurlijke bestrijders zijn. Anderzijds wordt er ook gewerkt rond wildschadelandbouwers die problemen hebben met wildschade. Kunnen ook terecht bij INAGRO, er zit daar ook kennis rond de verschillende, zowel rond wetgeving, maar ook wordt er soms onderzoek geïnitieerd om bepaalde soorten van uw teken weg te krijgen. Hier rechts is niet de bedoeling om de vossen weg te krijgen. Het is daar een pancarte die je ziet staan van een nepvos die getest is. En ook is ook gebleken dat het toch wel effect geeft om duiven weg te houden van de gewassen. En bij INAGRO is er nog zoveel meer in ontwikkeling. Er worden insecten gekweekt, mixed cropping, agroforestry. Ook rond innovatie heb je heel veel verschillende zaken. Agro-robots worden ontwikkeld en er wordt gekeken hoe we daarmee kunnen gaan. Drones in de lucht, kunnen we die beelden verder gaan gebruiken? Ook dus het verhaal van smart farming is een thema dat ook meer en meer op de voorgrond begint te treden. Ik heb hier nog een thema landbouwdata, provincie en cijfers. Voor de mensen die het nog niet kennen, misschien moet ik hier eventjes uit, als ik hierop klik. Ik wil toch eventjes graag dit tonen. Dus provincie en cijfers is een databank opgemaakt vanuit de provincies rond allerlei thema's waar je als gemeente zeer makkelijk heel wat informatie kunt rond verzamelen of rond samenzetten. Een van die thema's is landbouw. Als je klikt op deze tegel, en dan kun je komen tot de, dus altijd op de maat van de gemeente wordt de verschillende informatie gebundeld. Je kan hier trouwens hier bovenaan, kun je hier rechts altijd downloaden als pdf, dan heb je al direct een rapportje met allerlei landbouwdata op maat van uw eigen gemeente. Ook al met verschillende graphics en verschillende rapportjes die daar ontwikkeld zijn. Stel dat je wil weten van waar komt deze informatie nu vanuit mijn gemeente, van dit cijfertje, waar komt dit vandaan? Dit kan je bovenaan gaan doen via de databank, kan je dan klikken en dan kun je nog klikken, zie je nog, de website gaat iets trager dan normaal. Via databank kan je ook komen, krijg je dan meer informatie over van waar het cijfer specifiek komt. Dat kan je hier onderaan allemaal terugvinden. De persoon die daar het meest in beslagen is momenteel is Karel Moentjes. Hij is het aanspreekpunt. Die kan je dan zien. En hier kun je dan altijd bijkomende informatie van waar de data in precies allemaal afkomstig is.
Stel dat je daar inderdaad nog vragen over hebt, of stel dat je gemeenten, dat je als gemeente nog bijkomende landbouwdata wenst te hebben voor een bepaald rapport of een bepaald inzicht, dan kan je steeds bij Karel Moentjes terecht, die kan je daar wegwijs in maken. En ik ga nog eventjes terug naar die... De andere PowerPoint nog. Ja, we hebben ook enkele subsidies en reglementen vanuit de gemeente, vanuit de provincie. Dus er zijn enkele in de kijker in landbouw-educatieve activiteiten op kinderboerderijen kunnen een subsidie verkrijgen. Er is een reglement rond provinciaal waterputten, waarbij dat er landbouwers langs water lopen ook een irrigatieput aanleggen die ook een stuk bufferende werking heeft voor de waterloop. Er is een reglement rond coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouw. Ook zij kunnen een subsidie aanvragen, €12.500. Maar eigenlijk, ik denk voor de gemeenten, zijn voornamelijk deze onderste van belang. Daar kunnen we echt wel in samenwerking gaan mobiliseren. Subsidies voor de plattelandsprojecten, met name PDPO en LEADER. Daar kunnen we zeker, dat zijn projecten die tot 65% subsidie verlenen. We kunnen gaan van projectjes van een €10.000 tot enkele honderdduizenden euro's. We zien daar al projecten in goedgekeurd. En op de website staat er momenteel dat er geen oproepen lopende zijn. Recent voor PDPO is het wel goedgekeurd dat er terug een oproep zal gelanceerd worden nog dit jaar, met indiendatum 1 september. Stel dat er gemeenten zijn die effectief een project nog wensen op te zetten rond een bepaald landbouwthema, wil ik zeggen om zeker contact op te nemen met de regionale aanspreekpunten. Wij kunnen jullie daar zeker in helpen. Hier nog enkele contactgegevens op een rijtje. Ik heb ook nog de regionale aanspreekpunten. Voor INAGRO heb ik Nancy van Tomme naar voren geschoven. Dat is de diensthoofd van klantenservice bij INAGRO. Dus bij een eerste vraag kunt u bij haar terecht. Zij kan ook binnen INAGRO kijken van wie dat daar best voor geschikt is om dan een antwoord te kunnen bieden op jullie vragen. Het is een beetje op een drafje en het is een beetje op hoofdlijnen verteld geweest. Zo een beetje de vraag om het kort te houden. Maar ik denk dat eigenlijk de boodschap wel al stond eigenlijk op de eerste slide. Je kan rond heel veel zaken gaan samenwerken met de provincie en met INAGRO. Weet dat we er zijn voor jullie en durf vooral contact op te nemen, want daar begint het bijna in alle gevallen. Goed, dank u wel, Lode. Er zijn ondertussen een paar vragen in de chat gekomen. Ik ga anders ook al de poll delen in de chat, dus mensen die nog zaken willen aanvullen of onderwerpen interessant vinden of de onderwerpen die Lode al heeft aangegeven, die kunnen dat zeker ook meegeven in die poll. En verder, ja, ik zou zeggen, hou jullie niet in om ook feedback te geven over de manier van de organisatie van deze webinars. We kunnen er enkel maar uit leren en kunnen jullie hopelijk in de toekomst nog andere onderwerpen via deze manier aanreiken. Lode, ik ga eventjes kijken waar de eerste vraag is. Die was van Maria Polvliet van Waregem. In het verleden werden vele akkers gedraineerd met subsidie, denk ik. Is er studie naar die zaken ongedaan te maken, af te sluiten in het kader van wijziging klimaat, lees droog? Om drainages af te sluiten, ik denk niet dat dat momenteel... Ik zelf heb daar toch op dit moment geen weet van dat er daar een studie is om drainages te gaan afsluiten. Wat er wel is bij INAGRO, is er ook al een werking geweest rond pijlgestuurde drainage, waarbij dat je ook je drainage gaat gaan aanpassen en daarbij probeert te kijken of dat er daar een pijlsturing in haalbaar is. Maar ik zei het rond het thema droger, droogte, de watermakelaar bij INAGRO, Dries Merhaert, die omvat de werking rond droogte. En persoonlijk denk ik dit, maar dit zal ook wel een beetje moeten blijken uit de poll, dat een aparte webinar rond alles van water en droogte, dat het zeer relevant zou kunnen zijn om in de diepte te kunnen gaan. Omdat het ook, daarvoor heb je wel de experts ook nodig.
Als ik daar mag op aanvullen, die vraag is vorige week ook nog eens gesteld rond die drainage. En inderdaad, we hebben proeven gedaan met pijlgestuurde drainage. Het is niet evident in een hellend of sterk hellend terrein. Die meningen over drainage en droogtrekken van gronden is genuanceerd. Daar zijn voor- en nadelen aan die drainage. Maar ik denk dat het inderdaad goed zou zijn om eens een webinar te doen, specifiek rond water en droogte, en om daar een aantal van die zaken, om daar dieper op in te gaan. Dat hoeft voor mij geen eeuwen te duren voor we dat doen. Maar ik denk dat dat een interessant thema zou zijn om ook eens met jullie daar dan alleen op dat thema dieper in te gaan, op alles wat er gebeurt op dit moment rond water en rond het opbouwen van watervoorraad. Want dat is toch hetgeen dat we gaan meer moeten doen dan in het verleden. In het verleden konden we in tijden van droogte rekenen op de beken, waar veel water in stond, voor zover je natuurlijk in de buurt van een beek lag. Nu is dat veel minder het geval, omdat er geen water in de beek staat of omdat er specifieke captatie verboden zijn. Voor alle duidelijkheid, de provincie beslist die captatieverboden niet. Dat is een noodmaatregel die door de gouverneur kan worden opgelegd. Maar ik denk dat we daar wel een aparte webinar kunnen rond doen. Rond dat thema, als jullie dat tenminste interessant vinden. Ja, dank u wel voor de tussenkomst. Ik zou zeggen, duid zeker aan in de poll als jullie daar verder over geïnformeerd willen worden. Volgende vraag of opmerking van Hedwige Kerkhoven gaat eigenlijk over over lokale land- en tuinbouw. Hij zegt, corona-actualiteit stimuleert veel inwoners om meer te leren, genieten van wat er zich lokaal of in nabije streek aandient. Bedenk eraan om de meest gebruikte passages onze land- en tuinbouw op een positieve manier in het vizier te brengen. Bijvoorbeeld aan de hand van mooi verzorgde tijdelijke borden, verwijzen naar de diverse teelten, zoals hier wordt lekkere melk gebrouwen of hier groeien jouw frietjes en zo verder. Deze kunnen in samenwerking met landbouworganisaties op het passend moment uitgezet worden en mogelijk door gemeenten, provincie, sector, anderen aangemaakt worden. Ja, ik denk dat dat iets is dat eventueel kan bekeken worden. Als ik me niet vergis, zijn er daar in het verleden ook projecten rond geweest in samenwerking met de landbouworganisaties, waarbij dan zo'n borden op de velden verspreid werden. Ja, dat is wel een goed idee. Ja. Marie zegt ook, welkom in Waregem voor onze korte ketenfietstok deze zomer. Dat kunnen we allemaal alleen maar aanmoedigen. En Pieter heeft ook geantwoord op Hedwig zijn opmerking om ook eens een kijkje te nemen op de website van INARO bij Onthaal op de boerderij. Omdat ze daar blijkbaar ook al wat uitleenmateriaal daarover hebben. Katrien Grouwet van Inagro verwijst dan nog eens door naar de website van 100% West-Vlaams in verband met korte keten. En dan een volgende vraag of opmerking van Hedwig. Uit het recent implantingsdossier van Inagro leren we dat het interessant is om voldoende rekening te houden met de stedenbouwkundige context. Bijvoorbeeld bedrijf gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied vraagt een andere inkleding dan in het gehele agrarische gebied. Ja, klopt inderdaad ook. En daarvoor kunnen jullie ook, of kunnen landbouwers eigenlijk individueel ook bij INAGRO terecht voor het opmaken van een beplantingsplan in het kader van een vergunning. Ja, misschien daar nog eens op aanvullen. Inderdaad, recent is er in gevolg onder andere een vernietiging van een bepaald artikel in het decreet ruimtelijke ordening, of het heeft een andere naam, maar komt erop neer dat het voorschrift landschappelijk waardevol agrarisch gebied nader werd omschreven en de link tussen enerzijds het esthetische aspect van een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en het feit dat je een landbouwgebied zit en daar moet de nodige landbouwgebouwen ook kunnen zetten, dat daar verduidelijking werd over gegeven dat het esthetisch criterium eigenlijk de landbouwfunctie niet onmogelijk mocht maken. Dat artikel is vernietigd door, ik dacht, het arbitragehof. En daardoor kom je terug op het oude artikel dat gewoon eigenlijk die twee een stuk naast elkaar zet, wat dat bijzondere moeilijke worstelingen heeft met enerzijds dat landschappelijk waardevol en anderzijds het feit dat je toch wel aan landbouw moet kunnen doen in dat gebied. We zijn zelf daarmee een stuk aan het worstelen om
in onze vergunningen daar meer instructies te geven aan de mensen die vergunningen aanvragen, zodanig dat ze al een beetje kunnen anticiperen op het feit dat meer dan ooit daar heel nauw wordt op gekeken, of dat de twee criteria, het schoonheidscriterium en het landbouwcriterium, of dat die beide voldaan zijn. We zijn daar onder andere ook met Inagro aan het werken aan een voorstel om die landschappelijke integratie, maar niet alleen die landschappelijke integratie, om dat toch wat nader te definiëren, zodanig dat mensen meer houvast hebben bij een vergunningsdossier. Want dat is verschrikkelijk moeilijk. Ze zeggen, over smaak en geuren valt er niet te twisten. En in het Latijn klinkt dat nog veel beter. De gustibus et coloribus enzovoort. Dus als het over schoonheid gaat, en over of dat een gebouw nu schoon en lelijk is, en of dat een integratie niet goed of niet goed is, daar kun je ongelooflijk lang over discussiëren. We proberen daar meer helderheid in te krijgen, wat eigenlijk niet makkelijk is. Maar het is nu al wel duidelijk dat met die vernietiging enerzijds en de toch wel enigszins strengere houding die ook op Vlaams niveau van het departement omgeving, mag niet zeggen wat strenger, met de strengere houding to court die op dat vlak door het departement omgeving wordt ingenomen, dat er daar een uitdaging ligt om in landschappelijk waardevol agrarisch gebied landbouwgebouwen vergund te krijgen. We proberen dat weer een beetje in minder woelig vaarwater te krijgen, en te kijken hoe dat we kunnen zorgen dat de mensen weer meer houvast hebben en dat het geen bouwvrij gebied wordt, dat landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dat is geen gemakkelijke. Dat zal Hedwig wel weten, aangezien hij zelf verwijst inderdaad naar een concreet dossier. Wel, ik deel niet alleen uw mening, ik deel ook uw zorg en uw bekommernis. En ik geef nog mee dat het me interessant lijkt om in de oefening waarmee jij bezig bent, deputé, dat er waarschijnlijk wel wat expertise zit ook in onze landbouwgemeenten, in de stedenbouwkundige diensten. Om daarmee te zoeken naar hoe maken we een perfecte combinatie voor dat landschappelijke, maar toch alstublieft ook voldoende voor dat landbouwgegeven. Maar ik ben supporter, ik ben uw bondgenoot. Veel succes. Kijk, nog een thema voor een webinar, maar ja, misschien kan het ook live. Alhoewel het voordeel aan webinar is dat je wel rap verzameld bent uiteindelijk. Misschien moeten we er een evenwicht in vinden tussen echt samenkomsten en webinars. Maar jullie zijn ook een interessant publiek om een keer dat we wat meer structuur in een voorstel hebben, om daar eens ook over van gedachten te wisselen. Dus dat zouden we ook kunnen doen. Jawel, maar als het om evenwicht gaat, de volgende dan liever live. Oké. Okay. Oké, dank u wel. Volgende vraag is van Eline Rosseel. Waar kan ik meer info vinden rond coöperaties en producentorganisaties in land- en tuinbouw? Gaat dat dan over ons reglement of meer algemeen? Als het gaat over ons reglement, dan kan ik zeggen, we zullen straks, of ik zal dan bij de link die zal doorgestuurd worden naar de presentatie van Lode en naar de opname van deze webinar, zal ik de link naar onze website bijzetten waar je de informatie rond het reglement kan vinden. Bart heeft ook al een reactie gedaan in de chat. Een beetje verder zullen we het ook nog nemen. Ah ja, oké, goed. Dat had ik nog niet gezien. Goed, dan het formulier dat ik gepost had. Katrien Grouwet antwoordt dat ook scholen subsidie kunnen krijgen als ze met de klas naar de boerderij gaan. Subsidie wordt rechtstreeks aan de school betaald en deze werd recent verhoogd van €30 naar €50. Ja, en als ik denk dat het ook de bedoeling is dat, aangezien dat veel klassen geen klasbezoeken hebben kunnen doen in het kader van corona, dat we die middelen een stuk gaan herinvesteren wanneer mensen bezoeken aan boerderijen los van de klascontext zouden doen deze zomer. Maar Katrien kan misschien zeggen, ik weet zelf nu niet meer hoe we dat technisch uitgewerkt hebben. Katrien, kan jij daar meer uitleggen? Ja, maar ik denk Nele is aan het coördineren en Nele is nog een reglementje aan het uitschrijven. Maar ik denk dat het eigenlijk bijna klaar was. Maar het is inderdaad de bedoeling dat eigenlijk de hoeves die eigenlijk klassen en of groepen ontvangen, deze zomer ook voor groepen een subsidie kunnen krijgen van €50 als zij een groep ontvangen op hun bedrijf deze zomer.
Dus dat past dan ook terug mooi in het verhaal van zomer van de korte keten, waar stel dat je als gemeente landbouwers stimuleert om een boerderijbezoek voor inwoners te organiseren, dat die boerderijen ook nog een subsidie van €50 kunnen krijgen voor het bezoek. Ja, oké, dank u wel, Katrien. Ik zie dat Hedwig heeft nog een opmerking heeft. We waren ooit geïnteresseerd in proefproject pijlstuur drainage, maar niet plat genoeg blijkbaar daar in de omgeving. Wel interesse om dieper rond water bezig te zijn. Oké, dan zeker mee ook voor de volgende webinar of live bijeenkomst. Volledig akkoord met DPD in zaken droogte en water. Groeten van Claude uit Deerlijk. Eline Rosseel, de SERF, heeft onlangs een webinar gegeven rond waterschaarste aanpakken via efficiënt en circulair watergebruik. Dat zou dan eventjes noteren en opzoeken. Ja, misschien zou dat wel interessant zijn, want ik heb de PowerPoint gezien van die webinar, maar een link, voor zover ze opgenomen is, waren misschien niet oninteressant. Ja. Als jullie dat kunnen vinden. En anders zullen wij ook wel eventjes zoeken. Ja, mijn collega Bart, wil er iemand reageren? Oké. Mijn collega Bart heeft inderdaad hier gereageerd in verband met reglement coöperaties. Het klopt dat dat recent een nieuwe versie werd goedgekeurd door de provincieraad. Dus we gaan daar binnenkort over communiceren. En die link naar het reglement zal inderdaad op die link die Bart daar in de chat heeft gepost terug te vinden zijn. Niet de ideale locatie, een beetje verstopt op de website, maar zoals gezegd gaan we daar zeker nog rond communiceren. Jan Albers, bij omgevingsvergunningsaanvragen voor hernieuwing van bestaande varkenshouderijen merken sinds een paar maanden dat het GOP in haar advies systematisch opneemt dat bestaande stallen niet voor onbepaalde termijnen kunnen vergund worden. Maar slechts tot 2030 en dit in functie van een aangepast emissieplafond voor ammoniak tegen 2030. Wordt het al concreet toegepast in vergunningen in West-Vlaanderen? Ja, ik denk dat ik daar best ga op antwoorden, zeker. Het is inderdaad, de eerste mail daarover, dacht ik, is van 3 april, die wij van het departement Omgeving hebben gekregen, dat zij vanaf nu de vergunningsdossiers... waar niet ammoniak-emissiearme stallen voor onbepaalde duur worden gevraagd te vergunnen in het kader van een hernieuwing, dat ze daar gaan adviseren om dat tot de laatste 2030 te vergunnen. Wij zijn het daar niet zomaar mee eens. Eén, dat stond eigenlijk niet in het luchtemissieplan dat de Vlaamse overheid zelf heeft goedgekeurd. Ik dacht eind 2019. Twee, in sommige situaties leidt dat toch wel tot zaken die volgens mij ook niet aanvaardbaar zijn. Neem iemand heeft, we hebben er zo een, wat we nu nog binnenkort moeten over beslissen. Iemand wordt door de pasreglementering, is een rood bedrijf en moet dus weg op de plaats waar hij zit. Die persoon koopt een nieuw bedrijf nadat hij een analyse gemaakt heeft van de mogelijkheden bijvoorbeeld op dat bedrijf. Hij maakt ook een MER-rapport over dat bedrijf. Hij koopt dat bedrijf op basis van wat hij daar kan en mag. En dan zou plots ook niet alleen een nieuwe stal die hij zet, uiteraard ammoniak-emissiearm moeten zijn, maar ook de bestaande stal zou hij tot 2030 maar kunnen behouden als niet-ammoniak-emissiearme stal. Na 2030 heeft die persoon nog 5 jaar te gaan tot aan zijn pensioen. Dus het is onlogisch dat iemand dan nog verplicht wordt om daar te gaan vernieuwen aan stallen op basis van deze regel. Dus mensen die op basis van een einde loopbaanverhaal een langere termijn dan 2030 moeten hebben volgens ons, daar zouden we minstens pleiten ook voor een uitzondering. Een tweede is, een stal kan inderdaad wel relatief oud zijn. Vanaf 2003 zijn ammoniak-emissiearme stallen verplicht. Maar in de periode dat die stal daar staat, kunnen er ook vervangingsinvesteringen gedaan zijn aan de stalinrichting, waardoor dat serieuze kosten gemaakt zijn aan bestaande stallen.
Ook in dat geval lijkt het ons verantwoord om af te wijken. Er zijn ook jonge starters die ons zeggen van ja, maar wij hebben een bedrijf overgenomen op basis van uiteraard ook een kostenberekening van wat gaan we allemaal kunnen, moeten en mogen doen op dat bedrijf. En nu worden we hier plots mee geconfronteerd. Voor ons is dat ook niet haalbaar. Ik weet wel, we zijn daarover in overleg met alle gedeputeerden van landbouw, dat bijvoorbeeld in Antwerpen men al één beslissing heeft genomen waarbij een stal niet ammoniak-emissiearm langer werd vergund, namelijk tot 2035 op basis van het einde van de loopbaan van die exploitant en dat het departement omgeving, dus het Vlaamse departement, beroep heeft aangetekend tegen deze vergunning. Dus op dit moment willen zij dat blijkbaar niet aanvaarden. En zeggen zij nee, het moet beperkt blijven tot 2030 wat die niet ammoniak-emissiearme stallen. Maar we zijn nog in discussie met de Vlaamse gedeputeerden en er zijn ook andere partijen die in discussie zijn met de bevoegde minister Zohal de Mier om daar te kijken of dat we toch niet een aantal maatregelen kunnen erdoor krijgen die dat billiger maken, die maatregel. Als dat niet gaat, ik ben dat een beetje aan het ondervinden, wij zijn eerste aanleg. Vlaanderen is de beroepsinstantie als het om de omgevingsvergunning gaat. Dus zij zullen de lijn zetten. Als Vlaanderen zegt, het wordt 2030 basta, dan zal het uiteindelijk zo zijn als de administratie, het departement omgeving, systematisch in beroep gaat. Maar ik meen dat er zeker redenen zijn. Ik heb er ook al over een dialoog gehad met landbouworganisaties om te zeggen dat in bepaalde omstandigheden dat zeker langer zou moeten kunnen. Maar finaal is het de beroepsinstantie natuurlijk die beslist als wij vergunnen en er wordt systematisch beroep aangetekend door het departement omgeving, ja, dan zal dat niet lang vol te houden zijn natuurlijk. Maar dat is een beetje de stand van zaken. De minister zegt van ja, er is vrijheid bij de vergunning verlenende overheid, maar als je een beroep constant ongelijk krijgt, dan is er niet echt vrijheid. We hebben daarover een overleg met de minister of haar kabinet tweede week van juli. Ja, oké. Dank u wel voor uw toelichting. Eline Rosseel antwoordt dat ze vermoedelijk de link nog wel kan vinden. Ze zal het eens opzoeken. Goed, dat waren alle vragen en opmerkingen voorlopig in de chat. Zijn er nog mensen die iets willen vragen aan Lode of aan de gedeputeerde? Ik zou zeggen, typ anders het woordje micro in de chat. Ik zie niemand meer. Ja, Hedwig, zegt u maar. Hedwig, uw micro staat nog niet aan. We mogen hem typen, maar ook aanzetten. Ja. Hoor u nog steeds niet? Ja, oké. De micro werkt blijkbaar niet bij Hedwig. Hij zal de vraag typen. De micro. Ik weet. Zijn er tussen nog mensen die iets willen vragen, opmerkingen hebben? Eline, zegt u maar. De opgenomen webinar is niet meer beschikbaar omdat er iets fout is gelopen tijdens het opslaan. Ik heb net de mensen gebeld en die is niet meer beschikbaar. Oké. Jammer, maar helaas. Hedwig heeft ondertussen geantwoord dat er nood is aan gelijke handhaving bij het captatieverbod. Mm-hmm. Ja, nu, dat is. De provincie heeft op dat vlak. Wij spitsen aan toe als er dammen in de beken gelegd worden enzovoort. Daar hebben wij een bevoegdheid, maar rond captatieverboden hebben wij geen bevoegdheid. Maar je hebt wel gelijk. Nu, ik heb. Niet zo gemakkelijk gevoel bij captatieverboden. Ik heb het er altijd wel wat moeilijk mee, al snap ik dat het soms wel moet. Maar je hebt gelijk dat het geen, hoe noemen ze dat in het Engels, level playing field is. Als het op de ene plek er streng gehandhaafd wordt
en op de andere plek niet streng. Maar ik heb de indruk dat er inderdaad weinig enthousiasme is bij politie op dit moment om rond captatieverboden te handhaven. Het is ook niet altijd simpel. Je krijgt ook heel veel verwarring. Ja, mensen denken als er een sproeier of een haspel staat te sproeien dat dat niet mag, wat dat niet waar is. Je mag wel, maar je mag alleen geen water uit de beek trekken. Als men ook maar iets ziet dat te maken heeft met het irrigeren van water, denken de mensen vaak dat er iets verkeerd is. Dat is niet juist. Voor politie is het ook altijd niet gemakkelijk om te weten waar men het water vandaan haalt enzovoort. De provinciale bufferbekkens zijn wel bruikbaar als ze offline zijn. En in Lichtervelde, Jos, ligt er een online bufferbekken. Nee, online wil zeggen dat er een klep in de beek zit zelf, die het water omhoog stuurt, like aan de Karnemelkstraat op de grens tussen Terhout en Lichtervelde. Maar het grootste gedeelte van de bufferbekkens die zijn offline bufferbekkens. Dat zijn bufferbekkens die alleen maar vol lopen. Die niet rechtstreeks in verbinding staan met de beek op elk moment. En daar mag wel water uitgepompt worden. Bart, is het niet mogelijk om van die online bufferbekkens, want mijn vraag was niet af dat ik getypt heb, maar is het niet mogelijk om die online bufferbekkens om te vormen tot offline door een buis van beperkte doorsneden te leggen rond het bufferbekken, die alleen, en met een overstort uiteraard, dus op het moment van droogte, dat die buis die er rond ligt voldoende capaciteit heeft om het weinige water die voorbij komt te laten voorbijgaan, maar het water die in het bufferbekken staat, om dit nog te laten gebruiken door de landbouwers? Dat is een interessant idee. Dat konden we voor dit captatieverbod inderdaad niet meer waarmaken, maar we hebben ook zitten zoeken of denken van we moeten dat inderdaad voor de toekomst proberen. Als het water dan toch op een bepaald moment relatief hoog staat, ook in zo'n online bufferbek, dat daar toch ook nog gebruik zou kunnen van gemaakt worden. Maar we kunnen dat nu niet, denk ik, in 5 minuten realiseren. Maar voor een volgende keer zouden we dat inderdaad moeten kijken of dat we dat kunnen. Ik weet dat Glenn Maris dat flauw vindt, dat voorstel. Maar ik denk dat het voor plaatselijke schepenen zeer moeilijk uit te leggen is aan de landbouw dat daar nog veel water in staat en dat het niet kan gebruikt worden. Mm-hmm. Ja, maar goed, ik denk dat we de paar offline, online bufferbekkens, moet opletten met die moeilijke woorden, want je kunt er rare dingen van maken, dat we dat moeten bekijken deze zomer, hoe dat we ermee omgaan om voor de toekomst misschien nog meer mogelijkheden te creëren, zonder de doorstroming in de beek te beletten. Het bekken in Anzegem is offline. Ik ben het 99% zeker dat het offline is. Dus normaal is dat, ik denk dat er 10.000 kubiek spaarfunctie op zit. En zie je, voilà, Lieven weet het 100% zeker. Het is offline. Ja, dus in Anzegem, maar het is nog niet helemaal klaar zeker. Hè? Ja, oké. Bijna klaar, ja. Oké, dan heb ik, zie ik geen vragen meer op dit moment. Nee. Ja. Zijn er nog vragen? Uiteraard, Maria, het is een provinciaal spaarbekken, het is geen gemeentelijk spaarbekken, het is gedeeld water. Het is een beetje belasting van Waregem ook in verwerkt. Ah, het stond verkeerd in de krant. Of in de gazette. Ja. Oké. Dat komt al eens voor dat er iets verkeerd staat in de krant. Gelukkig, politici zeggen nooit iets verkeerd. Oké. Als er geen verdere vragen zijn, dan wil ik Lode alvast bedanken voor zijn toelichting. Wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid, aandacht en vragen.
En zoals gezegd zullen jullie nog wat informatie hierna toegestuurd krijgen met de link naar de opgenomen webinar, de presentatie van Lode, het forumsformulier voor eventuele feedback. En ga ik ook nog eens de link doorsturen naar ons provinciaal reglement coöperaties. Goed, ja, en wil alsjeblieft de suggesties in of voor nieuwe thema's. Hè. Ja, inderdaad. Dank u wel. Goed, bedankt allemaal en prettige namiddag nog. Oké, dag.